Welkom bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. Het is echt super lang geleden dat ik een vlog voor jullie heb gemaakt. En jullie zouden ook wel denken, waar ben ik in vredesnaam? Nou, we zijn verhuisd, in ieder geval bij mijn moeders kant. We zijn verhuisd naar Ruinen toe. Dus ik laat je direct even een stukje zien van het huis zometeen. Best ga ik even vertellen waarom ik nu weer ga vloggen. En waarom zo in één keer uit het niets weer. Nou, ik heb dus een hele tijd geleden, dus denk ik een half jaar geleden dat ik gevlogd heb. Dat mijn laatste vlog er ook op stond. En ik dacht, ja, nou, de computer was weer gemaakt. Zo was een vriend van mij. En daarop kon ik gewoon normaal weer op editen. En ja, waarom ook niet? En ik had nu even tijd over. Het is een vrijdagmiddag. Het is ongeveer 3 uur. En ik ben nu vrij van school. Dus ik dacht van ja, waarom niet? Ik probeer gewoon een keer vlog te maken. Dat is heel lang geleden. Dat is heel gek weer. Het voelt ook wel apart. Maar ik zal je een stukje van het huis laten zien. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. We wonen dus in ieder geval vrij. En ik zit hier achter mij best wel een drukke weg. Want dit is de enige weg die alles weer verbindt. Alles. Naar Pessen, of naar Pessentoren inderdaad. En naar Meppel. Dus vandaar. Ik laat jullie een stukje zien van het huis. Ik heb in ieder geval wel zin in om deze video te maken. Ik hoop jullie ook. I'm here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay here to drift away. I fill my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down. From the sky and from the ground, I burn bright just like below. And I don't know where I should go. Dat was het is het huis. Ik heb die al laten zien, maar meestal grotendeels wel. Maar wordt even binnen zo. We gaan bezig met eten opruimen. We doen potjes. Maar ja, dat is niet. Ik zal jullie nog één ding laten zien. En daarvoor moeten we wel even eerst naar buiten toe. Want we krijgen die namelijk van Kate, of in ieder geval die hebben we eigenlijk al. Maar dat is lang niet klaar natuurlijk. Dus even kijken of de schuur open is. Nee, het is dicht. Ik moet nog een keer naar binnen toe lopen. Dit is wel irritant de deur. Moet je eens een keer aantrekken, anders gaat het niet dicht. Maar ja, we lopen dus even in. Waar is Moefa jou al keer weer lopen, moet je maar. Het hele is tijdens de trap, en daar gaan we nog wat aan doen. Omdat het echt gewoon te stel is, zeg maar. Anders, ja. Kun je best wel een keer op je bek gaan, eigenlijk. Als het zo houdt. Ik heb het ook een keer gehad. Laatst wel een keer toen ik eraf liep. Want toen hield ik me zeg maar vast hieraan. Met twee handen, dat zo. En toen, toen vleek ik ook uit mijn voeten. En toen had ik me gelukkig vast. En dan had ik naar beneden geknetterd. Dus dat ging me net goed. Dus het is heel niet anders dat ik nu sta te filmen en dit te gelijk, zeg maar. Nou, we zijn er boven. De eerste gedeelte is eigenlijk allemaal opslag, zeg maar. Dus dat gebruiken we daarvoor. Als we verder gaan, deze deur, daar zit de beruchte Kees.
We hebben niet echt een naam. We hadden wel een idee van de naam, maar nog niet echt helemaal, 100%. En daar staat eigenlijk nog vrij weinig. Ja, bijna tot eigenlijk niets. En daar staan een paar dingen wel. Maar het moet echt nog allemaal opgeknapt worden. We moeten de muren nog gaan schilderen of zo, in ieder geval iets aan doen. We moesten, hoe dat nog insmeren met spul voor insecten of zo, of voor verwarmen. Omdat er heel veel hout warm zit hier. Dus dat moeten we nog gaan doen. Verder, ja, dan heb ik gelukkig wel gewoon verlichting. Dat is gewoon normaal. We moeten, ja, echt nog een palletje kopen. Met barkruppen erbij natuurlijk. En verder, ja, niet zo heel veel eigenlijk. Koelkast is natuurlijk naast ook belangrijk voor koel drinken, bier. Als je naar buiten kijkt, dan kijk je tegen de, ja, tegen de schuur van de buren aan. Of ze zijn best wel gek eigenlijk, maar kijk zo tegen ons rommel aan. Maar als je er overheen kijkt, dan heb je wel mooi uitzicht. Maar ja, dat kun je amper zien eigenlijk van hier. Er moet veel gebeuren hier, zoals je ziet. Dus we gaan deze aankomende maanden vast wel mee bezig. En als ik dan nog aan het vloggen ben, dan laat ik dat ook vast wel zien. En sowieso hoort het geworden is, wil ik ook een keer laten zien. We hebben een trapje gemaakt, zie ik. Oh, of staat deze er al? Weet niet zeker meer. Maar handig. Ik ga even uitkijken, we lopen net. Echt. Kijk, ik wil zien. Ik heb grote maat schoenen. En of grote maat schoenen, ik heb gewoon een grote voeten, zeg maar. En dan moet je van mij uitkijken. Dus mensen die maat 30 hebben, die hebben geluk. Die kunnen er zo vanaf lopen. Dit is in ieder geval een schuur trouwens. Voor ja, mijn gereedschap en zo, een werkbank erbij. Dat stond er allemaal al. Ja, verder is heel veel bijzonders eigenlijk. Hier buiten hebben we een bartafel staan, nog gewoon een staattafel bedoel ik. Die heeft Henk gemaakt, dus die vader samen met zijn zoon. Zoontjes. Dus dat is weer vet geworden. Dit is eigenlijk een wiel waar normaal zo'n stroomkabel omheen zit. Van die grote stroomkabels, ik weet niet precies hoe het heet. Maar daar hebben zij hebben er gewoon een staattafel van gemaakt, heel vet. Kun je lekker naar staan. Top, kijk. Doe het even voor. Zo moet het dus. Heel makkelijk. Vandaag, wat gaan we vandaag nog doen? We hebben nu dus in Ruinen, mijn vader woont nog in Elen. Dus dat ligt 30 kilometer van elkaar af. Dus vanavond gaan we waarschijnlijk daar naar de keto. Dan blijven we waarschijnlijk slapen. Dus de volgende dag, morgen vroeg, moeten we werken met de plus. Ook nog in Elen. En dan moeten we om 7 uur al beginnen. Dus vandaar. We blijven daar slapen. Dan moeten we eerst terug. En dan, ja, wordt alleen de nacht, zeg maar. Ja, verder, wat gaan we vandaag nog doen? Niet heel veel, denk ik. De kinderen van Henk, die komen vanmiddag. Elisabeth en Daniel. Rond 5:30 of zo. En ook altijd gezellig. En verder, ja, het is weekend. Dus niet zo heel veel plannen eigenlijk nog, eigenlijk. Nou, eigenlijk wel veel plannen, want morgenavond gaan we misschien nog ergens heen. Maar dat weet ik nog niet helemaal precies. Ja, wat zou ik eigenlijk nog vertellen? Het is zo lang geleden dat ik jullie gewoon heb gezien, of gezien. Nou, niet letterlijk natuurlijk. Maar ja, moet ik eigenlijk nog dingen vertellen eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet. Ik hoef iets te denken. Ik doe nog steeds de opleiding onderwijsassistent. We zijn nu derdejaars. En dat is eigenlijk het laatste jaar. Dat zou eigenlijk het laatste jaar moeten zijn voor mij. Maar omdat ik vorig jaar op stage niet alle opdrachten met voldoende heb afgerond, moest ik die herkansen opnieuw doen. En daar ben ik extra twee voor nodig. Dus alle andere opdrachten die ik eigenlijk deze periode zou maken, schuiven weer een maand op. Of in ieder geval een periode, 10 weken is een periode. En die schuiven dus op naar het nieuwe jaar, dus eigenlijk naar het vierde jaar, naar de zomervakantie. En daarin moet ik nog, dan moet ik nog 10 weken gaan stage lopen bij een andere stageschool, stagebedrijf. Dus niet echt op school meer zitten, zeg maar. Maar je moet nog wel een paar examens doen. En ja, dus dat betekent ook dat ik examen of een diploma nog niet heb aan het einde van dit jaar. Dat duurt nog een poosje dus. Dat is op zich wel jammer, want als de meesten de diploma hebben, zeg maar, dan moet ik nog een poosje wachten. Dat vind ik echt wel jammer. Maar ja, verder, ja. Het is eigenlijk weinig aan te doen nog. Ik loop nu op stage op een andere basisschool dan vorig jaar weer. Ik zit nu in New Moskou, op het Mosaïek. En daar zit ik in groep 4-5, een duo-klas. Het bevalt me best wel goed. En ja, het is een gezellige school, een mooie sfeer hangt daar. En het is gewoon een leuk knus schooltje. Dus ja, het zit eigenlijk wel goed daar. En daar loop ik van maandag tot met woensdag. En op donderdag en vrijdag zit ik op mijn eigen school, op Alphen College. Dus dat wil ik even vertellen. Daar heb ik jullie een beetje bijgepraat. En verder, ja. Ik weet niet of er nog meer van komt om te gaan vloggen. Maar dan zullen jullie wel meer van mij zien. Dus
ik vond het in ieder geval leuk om dit in ieder geval te doen. Een korte vlog in ieder geval, dat wij even in het huis kunnen zien. En verder weet ik eigenlijk niet zoveel wat ik vandaag moet gaan filmen. Dus ik vind het nu wel even goed, tot nu toe. En ja, hoop ik je gauw terug te zien. Of misschien gauw, of misschien wel over 10 weken. Je weet het bij mij natuurlijk nooit. Maar in ieder geval hoop ik jullie in ieder geval ooit weer een keer weer te zien bij een nieuwe vlog van mij, een nieuwe video. Dus abonneer zeker op mijn kanaal. Want ja, zoals je weet, ik ga vast wel een keer weer iets uploaden. Like even, doe een duimpje omhoog. Wordt weer hetzelfde, like en duimpje omhoog, maar niet uit. En reageer iets leuks onder deze video. En dan zeg ik, ciao, tot de volgende keer. Hoi!